In deze video gaan ik en Rutger helemaal vanaf hier, Maastricht, naar Frankrijk toe. Fietsen, let's go! Let's go, Emmeloord, here we go! Wij gaan lekker door de Ardennen heen fietsen. Daar gaan we dan! Nou, we hebben het eerste stukje omhoog gefietst. Ja, voor de veiligheid hebben we toch even helmen opgedaan en dan kunnen we gaan. We zoeken een lunchplek, dus we gaan even off-road. Nou, we zitten hier op dit prachtige gebied zoals ik al zei, dus gaan we nu even lekker lunchen. Mooi uitzicht hier. Dan gaan we nu snel naar beneden. Lekker tempootje. En het is hier duidelijk vals plat. Het gaat best hard. Let's go, België. Here we go. We zijn dus in België en je ziet het gelijk. Het uitzicht is wel echt prachtig. Let's go. We gaan weer naar beneden racen. We gaan nog steeds snel. Nou. Dat heuvel op is wel echt het zwaarste. We gaan nu gewoon vol gas vooruit. Rijden. Zo, dit is stijl. Dat ging echt hard. Een van de sterkste afdalingen die ik ooit heb. We zijn duidelijk in België. Fietsen. Nou, het blijft wel zwaar altijd fietsen. Als het goed is, zie je ook het uitzicht achter me. Dan gaan we weer door. En we blijven fietsen. Daar zijn we dan. Hotel du Perron. Ja, je leest het goed. We hebben vannacht geregeld dat we in een hotelletje mogen slapen. Nou, we zijn er dus eindelijk aangekomen. Zo, dat is wel een mooie kamer. Wat je hier in Teu allemaal niet moet doen voor een simpel frietje. Nou, Google Maps heeft een beetje een gekke route. Volgens Google Maps kunnen we hier rechtdoor lopen. Dus, nou, Google Maps heeft weer eens gelijk. En dan gaan we... Top! Nou, we zijn dus in de snackbar. Wel, we hebben lekker eten gehaald. Tot morgen. Bonjour. Ik ben weer wakker. Het is nu weer ochtend. Let's go. Eerste afdaling. Here we go. Het is wel koud vandaag. Nu 3 graden. Aangekomen in Spa. Dus daar gaan we dan. Zo. Het smaakt... als water met prik, maar dan zonder prik. Het lijkt totaal niet op spaarwater. Nou, we fietsen hier dus omhoog. Nou, ik ben nog steeds omhoog aan het fietsen. Eindelijk boven. 2,5 kilometer omhoog. Het is echt zwaar. We staan voor een keuze. Google Maps zegt dat we hier zo moeten gaan. Of we kunnen een omweg maken. Er kunnen modderplassen zijn. Ik zeg dus doorroute. De gevaarlijke route. Ik weet niet of het een goede keuze was van Rutger om deze route te nemen. Nu is het hopen dat ik met mijn dunne bandjes niet vast in al deze blubber kom te zitten. Blubberpad. We hadden niet dit pad moeten nemen. Zelfs met mountainbikes zou dit pad redelijk moeilijk begaanbaar zijn. Mijn wiel. Kijk dit water hier dan. Hoe diep dit is. Nou, dat blubberpad was dus niet geschikt voor racefietsen. Nou, we zitten eindelijk weer op de weg. In België weet je nu wel wat de off-road routes zijn. Nou, eindelijk heuvel af. En nu lekker heuvel af. Let's go! Eindelijk niet meer hoeven zwoegen. Prachtig. Dit is waar we het voor hebben gedaan. Prachtig dit uitzicht.
mooi stut. Dit was al dat harde klimmen, kilometers lang klimmen, echt zeker waar. Dit is echt prachtig uitzicht, echt prachtig. Dit is waar we het voor doen, dit is waarom we helemaal van Maastricht hierheen zijn. Dit is toch prachtig. Zo is dus de water. Natuurlijk moeten we onderweg even gaan lunchen. Dat doen we uiteraard wel op een mooie plek. We hebben het dus bereikt. Prachtige steengroef hier. Nou, we zijn er dan eindelijk. Yes. We zijn in Vilsam aangekomen. Nou, high five. En dan gaan we ervoor. Dan gaan we helemaal naar de camping fietsen. Let's go. Nou, nog steeds aan het fietsen. Maar het begint wel zwaarder te worden. Let's go. Bovigny. Nou, zoals je kan zien is er voor me een hele lange rechte lege weg. Dus als jij denkt wat ik denk, dan gaan we keihard racen. Dat ging echt keihard. Nou, we zijn alweer omhoog aan het fietsen. Het wordt met een minuut zwaarder. We moeten nog maar 36 kilometer. Dus let's go. Nou, we zijn er bijna. We hoeven nog maar 33 kwadraat keer 32 kwadraat. Let's go. Nou, we hebben in een half uurtje nu bijna 12 kilometer gefietst. Dat betekent een gemiddelde snelheid van maar liefst 24 kilometer per uur. Ik ga keihard racen en ik ga een timelapse maken. Let's go! Eindelijk aangekomen op de camping. Ja, we hebben uren gefietst. GoPro ging leeg. Guten Morgen. Bonjour. Goedemorgen. Ik heb alvast even al mijn spullen klaargelegd. Want we gaan zo fietsen. De eerste heuvel. Maar het is wel mooi. Heel stuk omhoog fietsen, eindelijk aangekomen bij Eschdorf. We zijn eindelijk bovenaan de heuvel. Dit is dus echt het Luxemburgse heuvellandschap. Nou, lekkere afdaling weer. Nadeel is dat we dat straks allemaal weer omhoog moeten. Eindelijk komen we dan aan bij de cactus. We kunnen eindelijk gaan ontbijten. Nou, net lekker geluncht en nu hebben we een race. Helling van 30%. En daar is het neppe spaarwater. Nou, gelukkig heb ik het echte. Alweer prachtig uitzicht. Let's go, here we go. Hele steile heuvel. Gaat echt best hard. Als je kijkt hoe langzaam de auto's ons inhalen. En we halen alle auto's weer in. Let's go. Doei allemaal. Let's go. Dit is de eindsprint. Nog maar 10 kilometer. Dan komen we eindelijk aan bij de grens. Het is echt een reusachtige tunnel. Nou, we hebben een prachtige eindsprint voor ons. Ging echt lekker net. Bijna de 60 aangetikt, dus keihard. Het allerlaatste dorpje voordat we in Frankrijk aankomen.
Nu nog even naar de wildkampeerplek. Ja hoor, we zijn... Hier gaan we dan. Ik ben in Frankrijk. En Rutger ook. Let's go. Eindelijk. Dagen fietsen. Maar we zijn er hoor. Frankrijk. En dan gaan we daar even lekker ons tentje op zetten. Nou, we zijn dus in de tent. Ik heb de tent helemaal opgezet. Dit is het einde van de video. We zijn helemaal van Nederland naar Frankrijk gefietst. In maar 3 dagen. En dan zeg ik maar, au revoir.